Hallo, ik ben hier verzorger Randy en ik laat jullie vandaag een dagje op de vlindertuin zien. Ik sta hier nu achter bij de rupsenkweek. Nou, we moeten ervoor zorgen dat de rupsen ook genoeg te eten hebben, dus dan zetten we nieuwe planten erbij. De planten moeten ook vers water, want sommige planten staan op een vaasje. De poepjes halen we iedere dag weg. En dat moeten we iedere dag opnieuw doen om de rupsen gezond te houden. Deze rupsen doen er ongeveer 3 tot 4 weken over om uiteindelijk een kokonnetje te worden. Dit is een rups van de hemelboomvlinder. Die doen er iets langer over. Deze kunnen wel 2 maanden groeien voordat ze gaan verpoppen. Nou, wanneer de rupsen oud genoeg zijn, dan beginnen ze te verpoppen. En als de kokon goed is uitgehard, dan halen we deze van de plant. Nadat de kokonnen van de planten zijn afgehaald, dan spelden we de kokon altijd op. Nou, hierboven aan de kokon hangt een stukje zijde. Nou, daar steken we het speldje doorheen en dan uiteindelijk hangen ze zo aan het rekje en dan kan die de poppenkast in. Nou, dit zijn alle eigen kweekkokonnen. Ja, wanneer die uitkomen, dan houden we dat precies bij. Dus hier noteren we dan alle uitgekomen vlinders. Wanneer de vlinders uitkomen, dan laten we die vaak vrij hier in de kweekkooien. En daar zit een plant in waar de vlinder zijn ei op legt. Nou, soms dan laten we ze ook vrij in de tuin, dus dan vliegen ze gewoon tussen de bezoekers. En alle eitjes die hier opgelegd worden, die gaan naar de rupsentafels. Daar komen ze dan uit en dan kweken we het weer op. En uiteindelijk, het is een soort cirkeltje. Ik begin nu met alle dieren in de vitrines te voeren. Dus hier heb ik dan de varanen en de miljoenpoten. De varanen krijgen meestal iedere dag een insect. Nou, dit voeren wij uit de pincet, omdat het dan makkelijker is om ook te zien wat de dieren eten. Maar er lopen ook genoeg insecten in het verblijf rond die ze dan pas op kunnen jagen. Een miljoenpoten geven wij iedere dag verse groenten. Daar voegen we ook een calciumpoeder aan toe. Dat is beter voor hun skelet, want ze hebben een uitwendig skelet en dat is wel een beschermend panzer. Dus dat moet sterk genoeg zijn. Ik ga nu beginnen met het voeren van de vissen en de krokodillen. De schildpadden zitten hier ook bij in. Die krijgen schildpaddenbrokjes en hondenbrok. Ook meten we iedere dag de temperaturen op van de aquariums en van de bassins. Dit omdat als er wat verkeerd is, dan kunnen we de TD inschakelen. En die kan dan een aanpassing doen. Want de vissen moeten gemiddeld rond een temperatuur van 24 of 25 graden zitten, want het zijn tropische vissen. Dus het water mag niet afkoelen, maar het mag ook niet te warm worden. Ik sta hier nu bij de otters. Die voeren wij meerdere keren op een dag. Dus dan moet ik ongeveer 5 keer per dag naar het buitenverblijf toe om die te voeren. In het wild zijn ze heel erg actief, dus we moeten ze hier goed bezighouden. Dus daarom voeren wij met name altijd hele kleine dingetjes. Nou, nu krijgen ze spiering, maar ze krijgen ook kleine garnaaltjes of krabbetjes of slakkenhuizen. We hebben ook speciale floating, die kunnen we in het water gooien, die blijft drijven. Dus dan zijn ze net ietsje langer bezig met hun voer. Dit zijn de binnenverblijven van de otters. Dit is hun speelhok. Ja, dit is hun toilet. Otters zijn heel zindelijk, dus hebben altijd vaste plekken waar ze poepen en plassen. Nou, dat doen ze in dit hok. Nou, daarom hebben we hier ook bietenpulp op de grot, want het absorbeert heel goed. Dus dan halen we hier iedere dag de mest eruit. Nou, dit is hun slaaphokje. Nou, meestal slapen ze met z'n allen in die kist hierachter. En daar liggen ze dan met z'n negenen. Nou, de dag zit er alweer bijna op. Dus de otters mogen nu naar binnen. Dus dat ga ik nu doen. Nou, dit was een dagje op de vlindertempel. Ik ga nu nog even administratie invullen. En dan zit mijn dag er alweer op. Doei!